Een preek van John Bunyan. Christelijk gedrag als de vrucht van het ware christendom aan echtgenoten, echtgenotes, ouders, kinderen, bazen, dienstknechten, etc. Onderwijsgevend hoe men welbehagelijk voor God kan wandelen. Met een onderwijzing voor allen afvalligen. Geschreven in 1663 tijdens zijn gevangenschap in de gevangenis van Bedford. Dit was John Bunyan's derde boek tijdens zijn eerste gevangenschap. Christelijk gedrag. Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn de mensen. Titus 3, vers 7 en 8. Ik zal op dit moment niet breedvoerig spreken van iedere bijzonderheid die ingesloten is in deze woorden, maar zal kort stilstaan bij die dingen die naar mijn oordeel het meest noodzakelijk zijn voor het volk van God. Nog zal ik deze woorden uitvoerig hoeven in te leiden om ze uiteen te kunnen zetten, omdat ze duidelijk zijn en zonder de dubbelzinnigheid die tot zoiets oproept. De algemene strekking is als volgt, dat zij, die hebben geloofd in God, zorgvuldig moeten zijn in het onderhouden van goede werken. Maar toch, om uit te voeren wat ik van plan ben en zo helder als ik kan, zal ik in een paar woorden uitleggen wat de hoofdzaak is van dit boek. Dit is een getrouw woord. Dit woord, welk woord? Nou, datgene wat eraan vooraf gaat, namelijk opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt. Waarom? Opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. De betekenis is dat de manier om anderen op te wekken tot goede werken voortdurend ligt in het bewijs en een manifestatie van de geest om hen de zekerheid te tonen dat ze, deze gelovigen, door genade erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Uit dit schriftgedeelte leid ik af dat deze dingen opmerkelijk zijn. Ten eerste, dat goede werken voortvloeien uit geloof. Ja, ten tweede, dat iedereen die gelooft zorgvuldig moet zijn dat hun werken goed zijn. Ten derde, dat iedere gelovige niet alleen zorgvuldig moet zijn dat hun werken goed zijn en ze voorlopig doen, maar ook zorgvuldig moet zijn in het instand houden ervan. Dat is, ze zouden zorgvuldig moeten studeren om in een standvastige wandel van goede werken te blijven. Ten vierde en laatste, dat de beste manier om beide onszelf en anderen aan te sporen tot deze werken, is door vaak de leer van rechtvaardigmaking door genade te bevestigen en om hemzelf te geloven. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, zegt Paulus, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Ten eerste, ik begin met de eerste, dat goede werken voortvloeien uit geloof. Dit is duidelijk op verschillende manieren. Ten eerste vanwege de onmogelijkheid dat ze uit iets anders voortvloeien. Ze moeten ofwel uit geloof voortvloeien of helemaal niet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Romeinen 14 vers 23. En nogmaals, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Hebreeën 11 vers 6. Ieder mens is van nature, voor het geloof, een slechte en verdorven boom. En een verdorven boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Matthäus 7, vers 16 en 17. Nu wordt een mens goed gemaakt door het geloof en brengt daarmee de vruchten voort die aannemelijk zijn voor God. Hebreeën 11, vers 4, Colossense 1, vers 4 tot en met 6. Daarom worden zondaren, voordat ze tot geloof komen, vergeleken met de wildernis, waarvan de vruchten doornen en distels zijn, en wiens harten de woonplaats van draken zijn, dat is van duivels. Jesaja 35, vers 6 en 7. Hebreeën 6, vers 7 en 8. En vandaar dat er van hen wordt gezegd dat ze goddeloos zijn, zonder Christus, zonder de geest, ongelovig, hopeloos, buiten het verbond van genade, zonder kracht, vijanden door het verstand in de boze werken en bezeten door de geest van slechtheid, als een kasteel door een veroveraar. Efeze 2 vers 12, Judas vers 19, 2 Thessalonicenzen 3 vers 2,
Colossenzen 1 vers 21, Lucas 11 vers 21. Nu, aangezien deze dingen zo zijn, is het onmogelijk dat alle onbekeerde mensen onder de hemel in staat zouden zijn om een werk voor te brengen wat werkelijk goed is. Zelfs net zo onmogelijk als voor alle doornen en distels onder de hemel om een tros druiven voor te brengen, of een stel vijgen, want ze missen de vereiste eigenschappen. Een doorn brengt geen vijgen voort, omdat het de aard van een vijgenboom ontbreekt, net zoals de braamstruik de aard van de wijnstok mist. Goede werken moeten voortkomen uit een goed hart. Nu, dit is wat de ongelovige ontbreekt, omdat hem het geloof ontbreekt. Want dat is het wat het hart zuivert. Lucas 6, vers 45, Handelingen 15, vers 9. Goede werken moeten voortkomen uit liefde voor de Heer Jezus. Maar dit ontbreekt de ongelovige ook, omdat hem het geloof ontbreekt. Want geloof is werkzaam door de liefde, Galaten 5, vers 6. En door middel daarvan doet hij het goede. En opnieuw is het daarom dat hoewel de vleeselijke mens nog zoveel doet wat hij goed noemt, het toch wordt afgewezen, gekleineerd en het terugkeert als vuil in zijn gezicht. Zijn gebeden zijn een gruwel, Spreuken 15 vers 8. Zijn ploegen is zonde, Spreuken 21 vers 4. En al zijn gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed, Jesaja 64 vers 6. Zodoende ziet u dat er zonder het geloof geen goede werken zijn. Nu dan, om u aan te tonen dat ze voortvloeien uit het geloof, omdat het geloof een principe van het leven is, waardoor een christen leeft, Galaten 2 vers 19 en 20, een bewegingsprincipe, waardoor hij naar de hemel wandelt in de weg van heiligheid, Romeinen 5 vers 12, 2 Korinthe 5 vers 7. Het is ook een principe van kracht, waardoor de ziel zijn begeerte, de duivel en de wereld weerstaat en ze overwint. En dit is de overwinning, namelijk ons geloof. En Johannes 5 vers 4 en 5. Geloof in het hart van een christen is net als het zout dat werd geworpen in een vervuilde fontein, dat de slechte wateren goed maakte en het dorre land vruchtbaar. 2 Koningen 2, vers 19 tot 22. Geloof, wanneer het in het hart wordt bewerkt, is net als zuurdeesem dat verstopt zit in het meel. Matthäus 13, vers 33. Of zoals parfum dat neerstrijkt op stinkend leer en de reuk van het leer verandert in de geur van de parfum, omdat het geloof dan ingeplant wordt in het hart, en het hart zijn natuurlijke genegenheid tot heiligheid krijgt. Vandaar dat er een verandering van leven en omgang plaatsvindt, en zodoende overeenkomstig vrucht voortbrengt. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. Lucas 6, vers 45. En die schat, zeg ik, is dit geloof. Jacobus 2, vers 5. 1 Petrus 1, vers 7. En daarom is het zo dat het geloof dat naar de godzaligheid is, Titus 1 vers 1, wordt genoemd, en het allerheiligst geloof, Judas vers 20. Ten tweede, goede werken moeten noodzakelijk voortvloeien uit geloof, of helemaal niet, omdat alleen dat in zich een betoog draagt wat voldoende overheersend is om onze natuur te overwinnen, om het zich te laten schikken in heiligheid. Geloof toonde ons dat God ons lief had, dat hij ons onze zonden vergeeft, dat hij ons verklaart als zijn kinderen, nadat hij ons vrijelijk gerechtvaardigd had door het bloed van zijn Zoon. Romeinen 3, vers 24 en 25. 4. Hebreeën 11, vers 13. 1 Petrus 1, vers 8. Geloof ontvangt de belofte, omarmt hem en vertroost de ziel er op een onuitsprekelijke manier mee. Geloof is zo'n grote kunstenaar in het argumenteren en redetwisten met de ziel, dat het hardste hart overhoudt waar het mee in aanraking komt. Het zal mij meteen beide mijn slechtheid voor God als zijn goedheid voor mij in gedachten brengen. Het zal mij laten zien dat hoewel ik het niet verdien om de lucht in te ademen, God mij toch een erfgenaam wil maken van de heerlijkheid. Welnu, er is geen beter argument dan dit. Dit zal een mens voor 10.000 moeilijkheden laten rennen om te beantwoorden aan God, hoewel hij dat nooit kan vanwege de genade die hij aan hem geschonken heeft. Verder zal het geloof me laten zien hoe onderscheidend deze liefde van God zich op mij heeft gericht. Het zal me laten zien dat, hoewel Esau Jacobs broer was, hij toch Jacob lief had. Malachi 1 vers 2. Dat hoewel er duizenden waren naast mijzelf die net zo goed waren als ik, toch ik de mens moet zijn die moet zijn uitverkoren. Nu is dit, zeg ik,
Een prachtig argument. En zegeviert het onuitsprekelijk bij de zondaar. Zoals de apostel zegt, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, dat is door geloof, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. De liefde, zegt de wijze man, is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde en zou hem ten enenmale verachten. Hooglied 8, vers 6 en 7. O, wanneer de gebroken, stervende, veroordeelde ziel maar door het geloof de liefde van een teergevoelige heiland kan zien. En ook kan zien wat hij onderging om het te verlossen van de dood, schuld en hel, die het nu voelt en vreest. Waarvan het ook weet dat het die terecht en ten hoogste verdient. Loof den Heere mijn ziel. Psalm 103, vers 1, 2 en 3. En wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Psalm 116, vers 1 tot en met 14. Zodoende is het geloof een overwinnend argument voor de zondaar, waardoor hij afgebracht wordt van wat hij was, en gedwongen om te buigen en te zwichten voor hetgeen hij voorheen niet wilde, nog kon. 1 Korinthe 2, vers 14, Romeinen 8, vers 7. En vandaar is het dat evangelische gehoorzaamheid zowel de gehoorzaamheid des geloofs wordt genoemd als gehoorzaamheid aan het geloof. Romeinen 16, vers 26. Want het moet door het geloof van Christus in mijn hart zijn dat ik me onderwerp aan de woorden van het geloof in de Bijbel. Anders is het allemaal zonder nut. Zoals de apostel zegt, het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want alleen het geloof kan de realiteit zien van wat het evangelie zegt. En daarom zeg ik, redetwist met het hart voor de omarming ervan. Ten derde, geloof is zo'n genade dat alle dingen aan de ziel zou voorstellen in hun eigenlijke kleuren. Het laat ons niet, zoals ongeloof en onwetendheid, alle dingen in de verkeerde volgorde zien. Door duisternis als licht voor te stellen en bitter als zoet, maar zal alle dingen in haar gepaste plaats ons voor de ogen stellen. God en Christus zullen erbij het hoogste goed zijn, als het meest liefelijk en beminnelijk. En hemels leven zal van hogere achting zijn en begeerlijker dan alle schatten van Egypte. Rechtvaardigheid en heiligmaking zullen de dingen zijn waar het zich het meest hartstochtelijk naar zou uitstrekken, omdat het niet alleen de dood en verdoemenis ziet als de vruchten van de zonde, maar ook de zonde in zichzelf, los van de straf die erbij hoort, als een verfoeilijk, verschrikkelijk en afschuwelijk ding. Hebreeën 11, vers 25 en 27, Filippenzen 3, vers 7 tot en met 12 en Romeinen 12, vers 9. Door het geloof zien we dat deze wereld niet een plek is waar we zullen blijven en geen voldoening zou geven als dat anders zou zijn. Spreuken 3, vers 35, Hebreeën 11, vers 15 en 16, 13, vers 14, 1 Korinthe 7, vers 9 tot en met 31. En daarom is het dat het volk van God heeft gezucht om hier weg te kunnen, naar een toestand die zowel zondeloos als zonder verleiding is. En daarom is het nogmaals dat ze door zoveel beproevingen, droefenissen en tegenslagen heen moeten. Ja, vanwege die liefde tot heiligheid van leven, waar het geloof wat in hun harten is hen toe drong, door hen de waarde en duurzaamheid te laten zien van dat wat goed is, en de smartelijkheid en slechtheid van al het andere. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 8. Hebreeën 11, vers 33 tot 39. Ten vierde, het geloof grijpt zich vast aan datgene wat in staat is om de ziel te helpen in het voortbrengen van goede werken. Het pakt het vast en gebruikt de kracht van Christus en overwint daarmee datgene wat onderdrukt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13. Kort gezegd, een leven van heiligheid en godsvrucht in deze wereld volgt zo onlosmakelijk het principe van het geloof, dat het beide afschuwelijk en belachelijk is om het tegendeel te veronderstellen. Wat zal hij die het leven heeft niet in beweging zijn? Galaten 2, vers 20.
Hij die door het geloof de geest van heiligheid heeft ontvangen, zal hij niet heilig zijn? Galaten 3, vers 2. En hij die is geroepen tot heerlijkheid en deugdzaamheid, zal hij niet aan zijn geloof de deugd toevoegen? 2 Petrus 1, vers 4 en 5. Wij worden door het geloof goede bomen gemaakt, en zullen we geen goede vrucht voortbrengen? Lucas 6, vers 43. Zij die geloven, zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En God heeft, voor de grondlegging van de wereld, verordineerd dat wij erin zouden wandelen. En zal zowel onze tweede schepping als Gods verordinering worden verijdeld? Efeze 1, vers 4 en 2, vers 10. Bovendien zijn de kinderen van het geloof kinderen van het licht en van de dag. 1 Thessalonicenzen 5, vers 5. Lichten op een berg en kaarsen op een standaard. En zullen ze dan niet schijnen? Ze zijn het zout van de aarde. Zullen ze dan niet smakelijk zijn? Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. De gelovige is de eenzame mens, waar God aan de wereld de kracht van zijn genade toont. De werking van het geloof van zijn volk, etc. De ongelovigen lezen inderdaad van de kracht van genade. Van het geloof, de hoop, liefde, vrede en heiligmaking in het hart van de christen. Maar ze voelen niets van de zonde dodende werking die er in deze dingen zit. Deze zijn voor hen als een verhaal van Rome of Spanje. Daarom, om ze hen te tonen in anderen wat ze niet in zichzelf vinden, werkt God geloof, hoop, liefde, etc. in een generatie die hem zal dienen. En door hen zullen ze zien wat ze niet in zichzelf kunnen vinden. En door dit middel zullen ze overtuigd worden dat, hoewel de zonde en de genoegens van dit leven zoet zijn voor hen, er toch een volk is dat anders gezind is. Ja, zulke mensen die inderdaad de heerlijkheid zien van datgene waar anderen over lezen, en vanwege dat zicht een welbehagen hebben in die dingen waar zij de grootste afkeer van hebben. Hiertoe, zeg ik, worden christenen geroepen. Hierin wordt God verheerlijkt. Hierdoor worden zondaren overtuigd. Hierdoor wordt de wereld veroordeeld. 1 Thessalonicenzen 4, vers 7, 1 Petrus 2, vers 12, 3, vers 1, en Hebreeën 11, vers 7. Tegenwerping. Maar als het geloof van nature goede werken voortbrengt, wat is dan de reden dat Gods volk het zo'n moeilijke zaak vindt om vruchtbaar te zijn in goede werken? Antwoord. Ten eerste, Gods volk is vruchtbaar in goede werken, overeenkomstig de proportie van hun geloof. Als ze gering zijn in goede werken, is het omdat ze zwak zijn in het geloof. Klein geloof is net als kleine kaarsen of een zwak vuur, die, hoewel ze schijnen en warmte geven, toch maar dof schijnen en weinig hitte afgeven, vergeleken met grotere kaarsen en grotere vuren. De reden waarom Sardis sommigen had, van wie de werken niet volkomen waren voor God, was omdat ze het woord dat ze voorheen hadden gehoord en ontvangen niet vasthielden door het geloof. Openbaring 3, vers 1 tot en met 3. Ten tweede, er kan een grote vergissing zijn in ons oordeel van onze eigen vruchtbaarheid. De ziel, die eerlijk en oprecht van hart is, wordt door genade geleerd om zichzelf, hoewel vruchtbaar, te oordelen als vruchteloos om twee redenen. Ten eerste, wanneer het zijn leven vergelijkt met de genade die het is geschonken. Want wanneer een ziel inderdaad de grootheid en rijkdommen van genade overweegt die eraan geschonken zijn, dan moet het wel uitroepen, ik ellendig mens. Romeinen 7 vers 24. Want het ziet zichzelf wonderbaarlijk tekortkomen aan een wandel die passend is voor iemand die zo'n grote gunst heeft ontvangen. 2. Het kan zichzelf ook vruchteloos oordelen, omdat het zo ver tekortschiet van datgene wat het zou willen bereiken. Al zodat gij niet doet hetgeen gij wilt het. Galaten 5, vers 17. Ten derde. Het hart van een christen is van nature erg onvruchtbaar, waarop, ondanks het zaad van de genade, wat het meest vruchtbare zaad is van allen, wordt gezaaid, maar toch is het hart van nature onderworpen om onkruid voor te brengen. Matthäus 15, vers 19. Nu, om een goede oogst te krijgen van zulke grond, bewijst de vruchtbaarheid van het zaad. Daarom besluit ik met deze drie dingen. Ten eerste, dat het zaad van het geloof een erg vruchtbaar zaad is, omdat het zo vruchtbaar zal zijn in zulke onvruchtbare grond. Ten tweede, dat geloof niets beschuldigd is aan het hart, maar het hart aan het geloof, voor al zijn vruchtbaarheid. Ten derde, dat daarom de manier om een vruchtbare christen te zijn, is door sterker te zijn in het geloof. Ten tweede, nu naar het tweede onderwerp,
namelijk dat iedereen die gelooft nauwkeurig erop moet letten dat hun werken goed zijn. Dit volgt uit wat er net voor stond, namelijk dat het hart van een christen een hart is wat onderworpen is om onkruid voor te brengen. Er is zowel vlees als geest in de beste heiligen. En net zoals de geest van genade altijd iets zal voortbrengen dat goed is, zo zal het vlees voortdurend datgene voortbrengen wat kwaad is. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alsof dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Dit nu in ogenschouw nemend is de oorzaak waarom je in de schriften zo vaak veel berichten en waarschuwingen vindt aan de christenen om te letten op hun levenswandel en omgang. Zoals, behoed uw harten bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Spreuken 4 vers 23. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, staat sterk. 1 Korinther 16 vers 13. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Galaten 6, vers 7 en 8. Niet alle werken die dat lijken, zijn goed. Het is één ding voor de wegen van een mens om recht te lijken in zijn eigen ogen. En iets anders dat ze recht zijn in Gods ogen. Vaak is het waar, dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Spreuken 30, vers 12. Lucas 16, vers 15. Aangezien de verdorvenheid nog niet uit onze natuur is, is er een neiging in ons om op het goede fundament hout, hooi en stoppelen te bouwen, in plaats van goud, zilver en kostelijke stenen. 1 Korinther 3, vers 11 tot en met 15. Hoe waren beide de koning David, de profeet Nathan en de priester Uria bedrogen, wat betreft goede werken? 1 Kronieken 17, vers 1 tot en met 4 en 13, vers 9 tot en met 11. Petrus ook, zowel in het verdedigen van zijn meester in de hof, als in het hem afraden van zijn lijdensweg. Hoewel beide, uit liefde en genegenheid tot zijn meester, was bedrogen wat betreft goede werken. Matthäus 16, vers 22 en 23. Johannes 18, vers 10 en 11. Velen hebben de plank misgeslagen, zowel wat betreft leer, aanbidding en de uitoefening van beide. Ten eerste, wat betreft de leer. Christus zei tegen de Joden dat ze in plaats van de leringen van God, de leringen en tradities van mensen onderwezen. Matthäus 15, vers 9 en Markus 7, vers 7. Net zoals, zegt de apostel, ze leren wat niet behoort om vuil gewins wil. Titus 1, vers 11. Ten tweede, ook aangaande aanbidding merken we hoe vaak mensen zich hebben vergist. Zowel wat betreft tijd, plaats en de voorwerpen waarmee ze aanbaden. Wat betreft de tijd, het is datgene geweest wat mensen hebben verzonnen, niet wat God heeft bevolen. 1 Koningen 12, vers 32. Ze veranderen de inzettingen, zegt Jesaja 24, vers 5. Ze hebben Gods rechten veranderd in goddeloosheid, zegt Ezechiël 5, vers 6. Wat betreft de plaats, wanneer ze hadden moeten aanbidden in Jeruzalem, aanbaden ze in Bethel, in Gilgal en Dan, onder populieren en iepen. 1 Koningen 12, vers 26 tot en met 30. Hosea 4, vers 13 tot en met 15. En Jesaja 65, vers 2 tot en met 5. Wat betreft de voorwerpen waarmee ze aanbaden. In plaats van dat ze de offers overeenkomstig het gebod brachten, brachten ze het verlamde, het gescheurde en het zieke. Ze wilden zichzelf heiligen in tuinen met het vlees van zwijnen en muizen, terwijl ze dat moeten doen in Jeruzalem met ossen en lammeren. Jesaja 66, vers 17. Ten derde, nogmaals, aangaande de uitoefening van de ijver van de mens vanwege hun aanbidding, etc., dat ze denken het goed te doen. Hoe heet is de ijver geweest, hoewel het geen enkele aanleiding had? Nebukadnezar wilde zijn vurige oven hebben en Darius zijn leeuwenkuil voor degene die zich niet wilde schikken. Daniel 3, vers 6. En vers 6, Daniel 6, vers 7, etc. Nogmaals, ze hebben mensen zelfs tot in buitenlandse steden vervolgd, hebben vallen en strikken gezet in iedere hoek om ze te verstrikken en hun woorden te verdraaien. En als ze de gelegenheid hadden om de mensen hier die zich niet wilden schikken te vermoorden, dan dachten ze dat ze God hiermee in dienst bewezen. Handelingen 26, vers 11,
Lucas 11, vers 53 en 54 en Johannes 19, vers 1 en 2. Maar waarom zouden we het zo ver van huis zoeken? Ware het niet dat ik mijn spreken wil verzegelen met de waarheid? We hoeven niet verder te zien om dit standpunt te bevestigen dan naar de papen en hun kameraden. Hoeveelen hebben ze in alle tijden opgehangen, verbrand, uitgehongerd, verdronken, gepijnigd, ontleed en vermoord? Zowel openlijk als in het geheim. En dat alles onder het voorwendsel van de dienst van God, zijn aanbidding en goede werken. U ziet dus hoe wijze mensen en dwazen, heiligen en zondaren, christenen en heidenen, gedwaald hebben in het doen van goede werken. En daarom zou iedereen zorgvuldig moeten toezien dat zijn werken goed zijn. Nu dan, om, als God het wil, mislukking te voorkomen in deze zaak, zal ik u voorstellen wat voor werk het is dat werkelijk goed is. Ten eerste, een goed werk moet het woord hebben als zijn autoriteit. Ten tweede, het moet, zoals hiervoor is gezegd, voortvloeien uit het geloof. Ten derde, het moet zowel op de juiste tijd als op de juiste plaats zijn. Ten vierde, het moet gewillig, blijmoedig, etc. worden gedaan. Ten eerste, het moet het woord hebben als zijn autoriteit. Ijver zonder kennis is als een vurig paard zonder ogen, of als een zwaard in de handen van een krankzinnige. En er is geen kennis waar het woord niet is. Want als ze het woord van de Heere verwerpen en er niet naar handelen, wat wijsheid zouden zij dan hebben, zegt de profeet. Jeremia 8 vers 9, Jesaja 8 vers 20. Daarom, zie toe dat u het woord volgt in wat u doet. Ten tweede, zoals het woord er moet zijn om u te machtigen in wat u doet, zo moet er ook het geloof zijn, van waar het moet vloeien, zoals ik u voorheen liet zien. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Nu dan, zeg ik, dat zonder het woord er geen geloof is. Romeinen 10 vers 17. Net als er zonder het geloof geen goed is, wat mensen zich ook willen voorwenden. Ten derde, zoals het deze twee voorgenoemden moet hebben, zo moet het ook, ten eerste, de juiste tijd en ten tweede, de juiste plaats hebben. Ten eerste, het moet op de juiste tijd zijn. Niet ieder werk moet op hetzelfde moment gebeuren, omdat niet ieder moment geschikt is voor zulk werk. Er is een tijd voor alle dingen, en ieder ding is mooi op zijn tijd. Prediker 3, vers 11. Er is een tijd om te bidden, en een tijd om te luisteren, een tijd om te lezen, een tijd om te beraadslagen, een tijd om te mediteren, een tijd om te doen, en een tijd om te lijden. Nu dan, om te luisteren wanneer we zouden moeten preken, en te doen, dat is actieve gehoorzaamheid geven aan datgene waar we onder moeten lijden, is niet goed. Christus was erg behoedzaam dat beide zijn daden en lijden op het juiste moment zouden zijn. Johannes 2, vers 3 en 4, 13, vers 1 en 2. En hierin horen we in zijn voetstappen te volgen. Om aan het ploegen te zijn in het veld, wanneer ik zou moeten luisteren naar het woord, is niet goed. En om naar het buitenland te gaan, wanneer ik mijn gezin thuis zou moeten onderwijzen, is net zo slecht. Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden, en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten. Prediker 8, vers 5. Goede dingen op de verkeerde tijd zijn vruchteloos, onvoordelig en ijdel. Zoals dingen hun juiste tijd moeten hebben, zo moeten ze ook op de juiste plaats zijn. Want het verkeerd plaatsen van enige daad is net zo slecht als het verkeerd timen ervan. Wanneer ik zeg dat dingen, als ze goed zijn, juist geplaatst moeten worden, bedoel ik dat we aan geen enkel werk meer gewicht moeten geven dan het woord van God toestaat. En ook niet minder. Munt, anijs en komijn zijn niet zulke gewichtige zaken als geloof en de liefde van God, zoals u kunt zien in Matthäus 23, vers 23. Voor een predikant om het ambt van een diaken uit te voeren, in plaats van het ambt van predikant, is het misplaatsen van werk. Handelingen 6, vers 7, vers 2. Voor Martha om uitwendig voor Christus te zorgen, wanneer ze aan zijn voeten had moeten zitten om zijn woord te horen, was een werk te misplaatsen. En als haar zus het had gedaan op haar verzoek, hoewel de zaak op zichzelf goed was,
was ook haar zonde geweest. Lucas 10, vers 39 tot en met 42. Nu dan, om het misplaatsen van goede werken te voorkomen. Ten eerste, zij die ze op de plek van Christus zetten, misplaatsen ze. Romeinen 10, vers 1 tot en met 3. Tweede, zij die de co-partners, die ze co-partners met Christus maken, misplaatsen ze ook. Romeinen 9, vers 31 en 32 en Handelingen 15, vers 1. Dit is om onze eigen standplaats te maken bij Gods standplaatsen en de gerechtigheid van de mens bij de gerechtigheid van Christus. Ezechiël 43, vers 7 en 8. Zij worden onderwijzers van de wet genoemd, niet wetende wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. 1 Timotheus 1, vers 7. Zij misplaatsen ook de werken die aan een werk van minder belang die eer geven die behoort bij een edeler werk. En zulke zijn a. diegenen die het ceremoniële deel van een inzetting net zo belangrijk vinden als de leer en betekenis ervan. En b. diegenen die de voorschriften en ingevingen van een louter natuurlijk geweten verklaren als hoog, goed en goddelijk, als het bestuur en de bewegingen van de geest van Christus. C. Ook diegenen die het voldoende achten om iets te doen van wat God bevolen heeft, en dan wel zo min mogelijk, in plaats van alles, en in plaats van de dingen die noodzakelijker en gewichtiger zijn. D. Zij misplaatsen ze ook erg, die onbeduidende dingen net zo hoog achten als die dingen die absoluut noodzakelijk zijn in de aanbidding van God. E. Maar nog onbeschofter zijn zij die de tradities van mensen boven de aanbidding van God plaatsen. F. En zij het allermeest die bitter voor zoet houden en duisternis voor licht. Al deze dingen moeten we ontvlieden en vermijden als zaken die absoluut belemmerend zijn voor goede werken. Daarom, als het gaat om goede werken, is gehoorzaamheid beter dan offeranden. Dat is, om de dingen te doen volgens het woord van God, is beter dan ze te doen volgens mijn grillen en verbeelding. 1 Samuel 15, vers 22. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. 1 Korinthe 14, vers 40. Ten vierde, nogmaals, net zoals goede werken geordend en geschikt horen te zijn, zoals hiervoor is benoemd, zo horen ze gedaan te worden vanuit het hart, gewillig, blijmoedig, met eenvoud en naaste liefde, overeenkomstig wat een ieder heeft. 1 Johannes 5, vers 3, 2 Korinthe 9, vers 7, Romeinen 12, vers 8, Colossense 3, vers 12, 1 Korinthe 10, vers 24, 2 Korinthe 8, vers 12. Verder zijn er drie dingen die een mens voor ogen moet houden in elk werk wat hij doet. 1. De eer van God. 1 Korinthe 6, vers 20. 2. De stichting van zijn naaste. 1 Korinthe 14, vers 26. 3. De doeltreffendheid of ongepastheid van wat ik wil gaan doen. 1 Korinthe 6, vers 12. En neem altijd in acht dat de eer van God verpakt zit in de stichting van uw naaste. En de stichting van uw naaste in de doeltreffendheid van wat u doet. Nogmaals, als u zou willen wandelen tot stichting van uw naaste en dus tot Gods eer, te midden van uw waarnemers, pas dan op dat u zich in uw woorden en gedragingen zo verlaagt dat Christus met zijn kostbare voorrechten met helderheid door u verklaard mag worden. En pas op dat u niet over twijfelachtige punten begint met zij die zwak zijn. Romeinen 15 vers 1. Maar handel voornamelijk liefdevol en wijs met hun gewetens over die zaken die leiden tot hun bevestiging in het geloof, in hun rechtvaardiging, en verlossingen van de dood en hel. Vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken. 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. Ten tweede, als u sterker bent dan uw broeder, pas dan op dat u niet datgene doet in zijn aanwezigheid, wat zijn zwakke geweten aanstoot kan geven. Ik bedoel, dingen die in zichzelf wettig kunnen zijn. Alles wat wettig is, is niet per se oorbaar. Alle dingen die geoorloofd zijn, zijn niet per se stichtelijk. 1 Korinthe 6, vers 12. Daarom is hierin uw wijsheid en liefde gelegen, dat u zichzelf in sommige dingen verloochent voor uw broeder. Ik zal in eeuwigheid geen vlees eten, zegt Paulus, omdat ik mijn broeder niet ergerde. 1 Korinthe 8, vers 13. Daarom heb dit geloof bij uzelf voor God. Romeinen 14, vers 22. Maar als u anderszins wandelt, weet dat u niet met naastenliefde wandelt, en niet tot stichting, en dus niet tot de eer van Christus.
maar u zondigt tegen Christus en verwondt uw verzwakte broeder, voor wie Christus is gestorven. Romeinen 14, vers 15. 1 Korinthe 8, vers 12. Maar, zeg ik, hou de hele tijd uw oog gericht op het woord. Pas op om er tegenin te gaan, onder welk voorwendsel dan ook. Want zonder het woord is er niets tot Gods heerlijkheid, nog tot stichting van uw broeder. Daarom wandel verstandelijk in de oprechte weg. Psalm 101, vers 2 en 3. Zodoende heb ik u in een paar woorden getoond wat werkelijk goede werken zijn. En smeek ik u, in de naam van de Heer Jezus Christus, dat u zichzelf tot de nauwgezette uitvoering ervan zal stellen, zodat u, terwijl u hier leeft, vaten ter eer mag zijn en geschikt voor het gebruik van onze Meester en bereid tot ieder goed werk. 1 Timotheus 6, vers 18. Studeer om de dingen die voortreffelijk zijn te bevestigen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Filippenzen 1, vers 10. Begeer gemeenschap met God, toch ijvert naar de beste gaven. 1 Korinthe 12, vers 31. Ah, wij die zijn vrijgekocht van onder de mensen, Openbaring 14, vers 4, en die ons verblijden in de hoop op Gods heerlijkheid, Romeinen 5, vers 2. Wij die uitzien, zeg ik, naar de gezegende hoop en de heerlijke verschijning van die grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2, vers 13. Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. 2 Petrus 3, vers 11. Tot besluit, maak voor uw verdere stichting een eenvoudige opsomming van uw verschillende algemene plichten en werkzaamheden, waartoe God u oproept in zijn woord, overeenkomstig uw plaatsen, roepingen en betrekkingen in deze wereld.